Hoi, mijn naam is Hugo Kennis en wat tof dat je kijkt. Ik ga je laten zien hoe je dit allerhande recept makkelijk kan maken. Het is een vegan risotto met shiitake en tomaat. Let's go! Een Italiaanse klassieker dus, een risotto, maar dan helemaal vegan. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Ui, knoflook, olie, een beetje wijn, wat tomaatjes en basilicum, shiitake, risotto rijst en een vegan bouillon. Ik ga meteen beginnen met de tomaat. Ik heb de oven al voorverwarmd op 220 graden, want die tomaatjes ga ik even poffen. Dit is een recept trouwens voor 4 personen. En je bent er ongeveer 35 minuutjes mee kwijt. Tenzij je snel kookt, dan wordt het minder. Tomaten gaan gewoon even op een bakplaatje. Er gaat een heel klein beetje olie over. En door ze in de oven te stoppen, en ik doe dat bewust met tomaatjes aan een steeltje. Dat is niet alleen omdat het er heel gezellig uitziet. Maar die stelen, daar zit heel veel smaak in. En juist door die stelen mee te poffen, trekt die smaak ook mooier in de tomaat. En krijg je een zacht, zoete, gepofte, geurige tomaat. Die gaan de oven in. Dan zijn we die pas kwijt. Een minuutje of 20 gaan die erin. Dan gaan we nu echt beginnen aan de risotto. Ik gebruik een pan met een wat dikkere bodem die de warmte goed vasthoudt. Dan zet ik die pan vast even op een laag vuurtje. Kan die vast voorwarmen. Dan gaan we een uitje snipperen. Dat is toch het begin van eigenlijk iedere risotto, of je hem nou vegan maakt of niet. Een uitje snipperen en wat knoflook. Ik begin altijd met de ui. Een ui heeft meer vocht en kan meer temperatuur hebben dan knoflook. Dus later voeg ik pas die knoflook toe. Anders verbrandt die en geeft die weinig smaak. En goed, wat is nou het grote verschil tussen een gewone risotto en een vegan risotto? In risotto ga je vaak aanfruiten in wat roomboter. Nou, dan ga ik hier dus met wat olie doen. Plantaardige olie. En je hebt natuurlijk te maken met vaak met Parmezaanse kaas. Die gaat hier natuurlijk ook niet in. Uitje met de banen mee insnijden, zodat je in één beweging met een scherp mes het uitje meteen mooi snippert. Dus meteen een goede tip voor thuis: messen. Ik krijg daar toch vaak vragen over, messen. Het belangrijkste is dat je gewoon een goed scherp mes hebt. Ik werk het liefst met een grote mes, echt met een koksmes. Maar mensen die bang zijn voor de scherpte van een mes, vertrouw mij, hoe botter je mes, hoe gevaarlijker het wordt en hoe meer je jezelf gaat snijden, dan ga je druk moeten zetten. En met een scherp mes glij je door de ingrediënten en heb je eigenlijk weinig kracht nodig. Dus dan doet een mes het werk. Een beetje olie in de pan. En dan mogen, ook is die pan nog niet helemaal warm, die uitjes erin, die gaan dan langzaam mee opwarmen. Dan gaan ze een beetje zweten en dan komt die smaak mooi los. Een scherp mes zorgt er trouwens ook voor dat je minder snel traanoog krijgt. Want je hoeft niet op het product te duwen, dus je duwt niet die etherische olie eruit. Je snijdt het gewoon. Waardoor die sappen minder in het rond vliegen en je minder snel traanoog krijgt. Gaat dit nou te snel? Alle ingrediënten en de receptuur staan hieronder in de beschrijving. Nou, en ondertussen, als het uitje aan het fruiten is, kun je dus rustig die knoflook gaan doen. Want die voeg ik dus wat later toe, als die uitjes al mooi een beetje glazig zijn. Een minuutje of 2, 3. En dan heb je gewoon alle tijd en alle rust om die knoflook te doen. 2 teentjes. Even het teentje kneuzen met de platkant van je mes. Dan valt hij, als het goed is, hè, uit zijn schilletje. Dan hoef ik niet zo te pulken. En ik ga de knoflook niet in een pers doen. Als je namelijk knoflookpers gebruikt, dan duw je eigenlijk de sappen uit die knoflook. Dat ruikt dan even heel erg lekker naar knoflook, maar dat verbrandt vrijwel direct als je het zou verwarmen. Dus ik snijd het gewoon eventjes. Het hoeft ook niet te fijn, want het gaat gewoon nog eigenlijk 20 minuutjes stoven. En je wil gewoon dat het zo lang mogelijk die mooie smaak van knoflook gaat geven. En hoe fijner je het snijdt, ja, hoe sneller het verbrandt. En als het verbrandt, wordt het een beetje bitter, heeft het gewoon die mooie knoflooksmaak niet meer. Nou, uitjes mooi glazig, hoeft niet te kleuren. Mag de knoflook erin. En ook die risotto rijst gaan we eigenlijk even aanbakken, even aanfruiten. Wat wil je bereiken? Die korrel, die nu dus doffer is, die moet een beetje doorzichtig glazig worden. En dat doe je dus door middel van een verhitting in die olie.
En dat zorgt er daarna voor dat, eigenlijk de poriën van die korrel wat mooier open gaan staan. En straks is beter de wijn en de bouillon gaan absorberen. Want dat is wat je wil. Je wil dat die korrel de volledige smaak van dat ui, die knoflook, die wijn en die bouillon in zich neemt. Als je nou risotto maakt, welke je ook maakt, vegan risotto, gewone risotto, pompoenrisotto, bieden, het maakt me niet uit. Maak nou altijd wat extra. Want risotto, de dag daarna zeggen ze, ja, dit is lastig op te warmen. Klopt, want dat, ja, dan kan hij nog wel eens doorslaan dat hij te zacht wordt of te papperig. Maar zet die pan in de koelkast, als je klaar bent met eten, hè? Eerst eten. Wat je over hebt in de koelkast zetten en de dag daarna kun je daar arancini van maken. En dat is echt een van mijn favoriete gerechten. En het is een soort leftover risotto receptje. Je maakt eigenlijk een soort nasibal. Een nasibal uit Italië. Dus het is de risotto, die plakt dan mooi. Kun je mooie balletjes van maken. Eventjes door het ei halen en dan door paneermeel. En kort in een laagje olie frituren. Het is waanzinnig lekker. Als voorgerechtje, als borrel, als snack. Love it. En als je die arancini wil maken, nou, let op. Die staat ook hieronder in de beschrijving. Hoe makkelijk wil je het hebben? Nou, de wijn. En zorg gewoon eventjes dat die wijn nu goed opgenomen wordt. Ik gebruik dus een veganistische wijn, want ik heb het hele recept wil ik echt helemaal veganistisch houden. En dan hoor ik je denken, veganistische wijn? Wijn is toch gewoon van druiven? Ja, dat klopt. Maar bij de meeste wijn wordt toch eiwit gebruikt bij het proces van het klaren. Dus het helder maken van de wijn na het rijpingsproces. Nou ja, en je hebt dus ook wijnen waar dat niet gebeurt. Dat is dus veganistische wijn. Je hebt rode wijn, witte wijn, allemaal veganistische varianten van. De wijn is nu opgenomen. Nu gaan we scheut voor scheut die bouillon toevoegen totdat het weer opgenomen is. En dan voeg je weer een scheut toe. Nou, is daar, ja, het is. Is het een mythe? Is het waarheid? Is het ergens ontstaan? Ik heb namelijk één keer van een Italiaan gehoord en die zei, ja, dat is eigenlijk onzin. Als je het goed afmeet, kan je in één keer die bouillon erbij doen. En toch vind ik de charme van risotto maken, is gewoon die risotto iedere keer voeden met een scheutje liefde. Weet je? Dat je ziet dat die risotto dat lekker opneemt. Dus ik doe het wel scheut voor scheut. Maar het schijnt zo te zijn dat je hem ook in één keer kan toevoegen. Dan mag er weer een scheutje bouillon in. Dit is dus een vegan bouillon. Nou, wil je die vegan bouillon nou ook helemaal zelf maken? Nou, klik dan even op het linkje hieronder in de beschrijving. Ga ik de risotto even doorschuiven. Dan ga ik het vuur gewoon lekker laag zetten. Een klein beetje bouillon erbij. Houd het gewoon in de gaten. Dan ga ik verder met de shiitake. Shiitake, ja, misschien wel een van mijn favoriete paddenstoelen. Omdat die echt een beetje een vlezige. Ja, taai klinkt misschien niet lekker, maar een beetje een vlezige structuur heeft. En helemaal als je ze bakt, worden ze ook nog eens heel mooi qua smaak. Ik vind het een van de smaakvolste paddenstoelen die er zijn. En sowieso paddenstoelen en risotto, dat is een hele goede combinatie. Een match made in heaven. Vast wat olie in de pan. En het is zo bij paddenstoelen bakken, champignons bakken, het maakt allemaal niet uit. De paddenstoel heeft een paar eigenschappen. En de belangrijkste is dat hij vocht eigenlijk opneemt. Of het nou bouillon is, of dus olie, of boter, het maakt niet uit. Zo'n paddenstoel zuigt zich eigenlijk meteen vol. Dus ga nou niet extra olie in zo'n pan gooien. Doe gewoon echt een beetje olie, wat je normaal ook doet. Ga niet schrikken als je daar die paddenstoelen toevoegt van, oh, die pan is droog. Want door hitte, uiteindelijk door verhitting, laat hij dat vocht weer los. En dan krijg je mooie gebakken paddenstoelen. En anders krijg je zo'n zompige paddenstoel. En je wilt het natuurlijk gewoon mooi een beetje droog bakt uiteindelijk. En zorg dat je goed temperatuur in je pan hebt. Bij een uitje fruiten, wat ik zei, maakt dat echt helemaal niks uit. Maar bij een paddenstoel wil je echt gewoon dat die pan goed warm is. Dat die gewoon echt aan het bakken is in plaats van aan het stoven is. Kijk, en dit is het geluid wat je meteen wil hebben. Een mooie sis, dan weet je dat je pan goed heet was. Dit schrijft weer een nieuw scheutje. Bouillon bij de risotto.
Klein snufje zout. En dat is dan puur om dat vocht beter los te laten, wat ik zei. De staken zijn mooi bruin, dat duurt ongeveer een minuutje of 3-4. Die kan uit. Risotto gaat lekker. Je ziet al dat die echt romig begint te worden. Zelfs zonder de kaas en de boter. Want die korrel die zorgt er natuurlijk ook gewoon voor. Daarom gebruik je een speciale risotto, of echt een risotto korrel. Die wordt vanzelf heel mooi romig. Wil je dit recept nou even rustig nalezen? Kijk dan gewoon eventjes hieronder in de beschrijving of kijk op annehanden.nl. Ook nog voor veel meer andere heerlijke inspiratie. Maar wel even wachten, want ik ben bijna klaar met de risotto. Dan mag je door. Nou, risotto is zo goed als klaar. Tomaatjes mogen uit de oven. En die geur van die tomaat, en dat komt echt mede door het takje wat ik straks zei. Dit zorgt echt voor een intensere smaak. Die suikers hebben mooi hun werk gedaan. En je hebt hem dus gepoft in het schilletje. Het geeft gewoon een mooie, zacht, zoete smaak. Perfect voor die risotto. Nou, en die is klaar. Dan gaan we de bord opmaken. Beginnen we met de risotto. En een goede risotto moet een beetje lopen. Dus dat wil zeggen, als je opschept en je maakt er een mooi toontje van. Als je een tik geeft aan je bord, zie je dat hij een beetje uitvloeit en dan heb je de perfecte structuur van de risotto bereikt. Gaan we daar de shiitake een beetje over verdelen. Een mooi takje tomaat. En als laatste nog wat basilicum. En basilicum snijd ik eigenlijk nooit, die gaan we gewoon een beetje eroverheen scheuren. Oh, die geur. Heerlijk. Oh, dit is hem dan. Vegan risotto met shiitake en gepofte tomaat. Heet smakelijk. Heerlijk. Wil je nou nog meer video's zien? Klik dan hier. Of andere video's en series. Abonneer je dan gewoon even op het Allerhande YouTube-kanaal. Like deze video en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende.